It's all I wanna do. Yo, Ruben Chester, welkom bij een nieuwe video. Hier Mike en Oom Chester. Welkom bij het allereerste potje op dit moment dat ik master precies ben. Het is op dit moment zondagmiddag 3:10 bijna. En ik ben op dit moment master precies geworden. En we gaan dus een potje team deathmatch spelen op de map Combine. Wat dus weer Combine is blijkbaar. Maar ik ben dus zojuist master precies geworden. En ja, je hebt dus gewoon gelijk alles unlocked. Verder zeg ik het ook niet. Ik ga met de Razorback spelen. Met Long Barrel en Extended Max. En de Gouden Camera erop. Met de Schrik UAV, Vraid en de Hater. En de Gravity Spike Special natuurlijk. Maar zullen jullie hier zien, ben ik Master Prestige. En ja, het is natuurlijk dubbel XP. Dus thanks naar Activision dat ze dit weekend weer dubbel XP hebben gebracht. Daardoor heb ik natuurlijk dit gehaald. En anders had het natuurlijk niet gelukt. Maar ja, laat even in de comments weten welke prestige jullie at the moment zijn. Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Ik zou wel even willen weten hoe ver jullie zijn. Ik ben op dit moment master precies, dus ik kan niet meer levelen. Dus wat ik nu gewoon aan het doen ben, is een beetje proberen alle specialist poppetjes vol te krijgen. Waar ik al bijna klaar ben, ik moet alleen op de... ik weet even niet hoe die chick heet met die grenade launcher. Alleen die moet ik nog vol hebben. En dan heb ik dat ding helemaal master. Dan heb ik al die poppetjes goud, laat maar zeggen. Oh. Maar ik speel vandaag een keer met de Razorback. Want niet iedereen speelt daarmee. En persoonlijk vind ik de Razorback echt een long range wapen. Want op de short range is hij niet heel chill. Een teammate, what the fuck doe je? Op de short range vind ik hem niet heel erg chill. Maar Combine is nagenoeg ook wel eens vaak long range. Vandaar dat ik even met dit wapen ging spelen. Ik heb dit weekend trouwens ook goud gehaald. Oh, kank. Maar probeer natuurlijk ook gewoon diamond te halen. Maar het was natuurlijk eerst gewoon even strijden voordat het master precies logisch achter. Zodat je ook gewoon gelijk alles hebt. Nu hoef ik tenminste niet meer bezig te houden dat oh, ik ben bijna prestige. Dus ik kan dit en dat niet gebruiken. Maar dat kan ik dus nu wel, want ik heb alles gewoon gelokt. Dus dat houdt ook in dat we binnenkort weer Black Ops 2 gaan spelen. En Battlefield misschien. Ik ga Battlefront, Star Wars Battlefront ga ik morgen ook kopen. Die heb ik dus al nu al één dag als je deze video kijkt, want het is dinsdag. En ja, ik ga dus ook Star Wars Battlefront kopen. Gewoon voor de afwisseling op mijn kanaal. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dan zien jullie ook één deze dagen. De eerste video van online, vrijdag of zo. En als we dan een aantal likes halen, ga ik het gewoon elke week uploaden natuurlijk. Maar ja. Ik ben natuurlijk wel blij. Hij heeft recheck aan. Vriend, what the fuck? Je wou gewoon niet dood. Ik moest gewoon 42 kogels in hem schieten. Maar ja, ik heb dit weekend heel... Maar dan ook echt heel veel Nuketown gespeeld. Want ja, als je... Ik ben dood. Ja, ik zei het je. Als je met Nuketown, als je met Double XP Nuketown gaat spelen, dan is het echt ziek, maar ook echt ziek chill. Ze haalt gewoon elk potje 30k tot 60k XP. Ligt eraan hoe je speelt, laat maar zeggen. Dus dat is natuurlijk super, maar ook echt super chill. Vandaar dat ik ook gewoon ziek, maar ook echt ziek snel ben geleveld. Zijn die enemies? Ja. Zo. Mijn rug. Ik heb nog maar 7 kogels. Wat bedoel ik dus met long range? Dude! What the fuck? Ik weet niet wat we aan het doen zijn, maar... Iedereen loopt langs me, jongens. Oh, jammer. Kak. Hij ging dus laat maar gewoon op de grond liggen. En hij is al fucking dood. Ik was al fucking dood. En ik schoot door zijn benen heen of zo. Daarom vind ik dit ding op close range niet echt chill. Dus we moeten gewoon een beetje gebruiken op een grote map. Dan kan hij wel chill zijn. Hieronder.
heb 7 kogels. Oh, dat was net niet genoeg om iemand te killen. Zitten daarachter nog een paar. Nee, niet meer. Ik heb mijn gravity spikes weer. Oh shit. Ik overleef het alsnog. En we zijn alsnog dood. Maar goed, we hebben wel die specialist gozer van streak gehad. Moeten we nog 2 kills maken. Is er 3 kills maken. Het spotje afgelopen. En het is afgelopen. Let's go. Zo snel gaat het dus. We hebben 29-9 eindscore gehad natuurlijk. Zoals je nog één keer ziet. MVP. Master Prestige. Dingetje natuurlijk. En ja. Ik heb verder rest niks meer te zeggen. Ik hoop dat jullie ook natuurlijk even snel Master Prestige worden natuurlijk. Gisteren is de Double XP weekend afgelopen. En ja. Super bedankt voor het kijken naar deze video. En dan hoop jullie ook te gezien bij de video van morgen. Dus ja. Als je de giveaway uitstoot nog niet hebt gezien van gisteren. Kijk die dan natuurlijk eventjes. En dan ja. Tot de video van morgen, jongens. Doei!